Pinanti is Pinanti. Welkom bij de Pinanti is Pinanti Cup. Vorige week zagen we hoe de minimen uit Limburg zich proberen te plaatsen bij de beste 100. Van 100 naar 10. 100 minimen tonen in 4 proeven hun voetbalkunsten. Genk-speler Wouter Franken legt uit. Ja gasten, bij deze oefening is de bedoeling dus dat je van buiten de cirkel begint te jongleren. En al jongleren probeer je de bal in de ton te krijgen met voet of borst of hoofd of eender wat. En dan is de oefening in orde. Ja. Ja, mooi. Redelijk goed, ja. Hij was er straks de 10e geëindigd en nu ja, heeft hij de bal er toch in gekregen. Ja. Winnen is niet altijd het belangrijkste, hè? Ja, gasten, deze oefening die je wel zelfs gaat doen, daar zit ze heel veel in. Ingooien, dribbelen, 1-2'tje, jongleren. Ik vind het echt stom dat ik er niet bij zit, want het is gewoon met 20/100ste van een seconde. En dat had ik ook wel gekund. Ik ga hier nog even blijven kijken en supporteren voor mijn ploegmaat. And it hurts with every heartbeat. Is het rechts of links? Rechts, ik zou bij rechts beginnen en dan komt je beter uit op je goede voet voor die 1-2 te doen. En zo kun je een beetje tijd winnen. Ik denk dat je rechtsvoetig was, nee? Ja. En je zou 2 keer met je linkervoet, dat is om het extra moeilijk te maken natuurlijk. Om op tv te komen. Nee, goed gedaan, joh. Ja, gasten, de volgende oefening is... Probeer de bal met een boogje in de cirkel te plaatsen. Ja, jongens, de volgende oefening is misschien wel simpel uit te leggen, maar misschien niet zo simpel uit te voeren. Het is van op de kruising van de doellijn en de grote baklijn probeer de bal in doel te draaien. En wie gaat dat beste kunnen? Ik! Ja. De 10 besten. Als ik bij de 10 kom, dan denk ik toch wel dat het fun zal worden. Dat het heel leuk zal worden. Dan gaan we nu over tot het afroepen van deze 10 jongens. Pieter Appeltans, Thijs Brouwers, Wolke Janssens, Rand Gielen, Dominic Stabadini, Christophe Konings, Jeroen Maas, Thibaut Swinnen, Jules Verdun, Alessandro Siradi. Dat is 1 op hoeveel dat je in de finale terechtkomt, dus dat is wel heel fijn. Ja, ik ben heel blij dat ik in de finale sta, omdat ik dan ook tegen Stijn Stijn kan een penalty trappen. Dat is toch wel een hele eer. Hallo? Papa? Ja? Ben je dat Pinanti is Pinanti, hè? Ja. Zit ik bij de 10 beste? Oh, ja. Ja? Dat is ziek. Ja, ik weet dat. Volgende week staan deze 10 toptalenten oog in oog met Stijn Stijnen, de keeper van de Rode Duivels. Want... Pinanti!